Door het coronavirus ziet ook het hemelvaartsweekend er net even anders uit als anders. Normaal gesproken zou het wijzigpark namelijk volstaan met allemaal kraampjes van lokale ondernemingen tijdens Lepeltje Lepeltje. Maar dat kan dit jaar dus niet doorgaan. Het park is op een paar spelende kinderen en wat gezinnetjes na behoorlijk leeg. In ieder geval een heel stuk leger dan vorig jaar om deze tijd. Nou ja, ik had hier 4 dagen geweest om in ieder geval deel te nemen aan Lepeltje Lepeltje. Want ik vind het een van de mooiste feestjes op ons eiland. En ik had de eer om het hoofdpodium te mogen hosten. Dat betekent aan te kondigen wie er staan. Ja, hoe zag het weekend er eigenlijk uit? Het is een groot feest van en voor Dordtenaren met heel veel Dordtse ondernemers die hun prachtige producten hier verkopen. Plaatselijke muzikanten die hun kunstje vertonen. En vooral heel blij en gezellig volk die geniet van het mooie weer in dit mooie park. Een David Timmer die verzorgde de programmering van het hoofdpodium. We hadden Frans Schnabel die de Red Bull tent deed met daar de DJ's van bijvoorbeeld Zwarte Lola in. En dat maakt het wel echt een Dordts feestje. En dat is een groot gemis. Nou ja, hopen dat het volgend jaar dan maar weer het park weer vol is rond deze tijd. Zeker, er is nog een hele kleine kans dat het op een ander tijdstip toch nog doorgaat. Maar dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat we dit jaar gewoon moeten zwaaien naar alle festivals en alle buitenevenementen. En misschien is dat maar goed ook. Doen we het volgend jaar gewoon opnieuw? Gaan we zeker doen.